Een hele goede morgen. Jordi krijgt lekker eten in zijn nieuwe stoel. Hé jongen. Ja. Krijg je eten in je nieuwe stoel. Mwah. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb een fruitje gemaakt voor Jordi. En we zijn heel eventjes naar de winkel geweest. Om eventjes een paar dingetjes te halen. Want mama kwam wat dingetjes tekort. Dat hebben we eventjes gauw gehaald voor ons. Appa. Lekker hè? Nou, Jordi zit dus lekker in zijn nieuwe stoel. Hij heeft een tuigje om hem zo nog vast te zetten. Maar dat ga ik nu nog niet gebruiken. Daar ga ik heel eventjes tijd overheen laten gaan. Omdat hij, ja, hij houdt niet zo van om opgesloten te zitten. Dan wordt hij helemaal gek. Dus dan moet hij echt even aan gaan wennen. Dus, maar ja, voor nu. Hij heeft een eigen stoel. En hij is er helemaal blij mee. Maar je moet wel naar achteren gaan zitten. Je moet goed zitten. Want hier zitten twee dingetjes. Die kunnen er eventueel nog af als we dat willen hoor. Maar, en volgens mij zit het dus ook scheef. Maar dat is allemaal nog. Dat kan allemaal nog verzet worden. Want ze komen als goed is binnenkort nog een keer. Langs. Goed zo. Jij moet naar achteren. Jordi. Goed zitten. Ondertussen heb ik eventjes een tabletfilmpje aangezet. Want hij moet toch wennen in de stoel. En nieuwe dingen zijn voor Jordi altijd een dingetje. Dus normaal doe ik dat ook. Maar de bedoeling is om uiteindelijk die tablet weg te krijgen. Dus ja, maar ja, zoals ik al zei, welkom bij een nieuwe Ups & Down. Liam die ligt nog te pitten. En ja, ik ga nog heel even Jordi verder eten geven. Het is tijd voor een flesje. En hij was weer heel erg vrolijk. Ik heb uiteindelijk toch die band bij zijn borstkast gebruikt. Want hij was continu naar voren aan het hangen en hij luisterde niet. Ik denk, nou ja, dan gaan we het maar even zo doen. Dus dat heb ik gedaan. En toen ging het een stuk beter. Nu ligt hij lekker zijn flesje te drinken. En hij was net heel vrolijk. Dus daar gaan we nog eventjes een lekker vrolijk ventje tegenmoet voordat hij naar zijn nest gaat. En deze kleine vent, die heeft publiek. Ja! Ben vandaag heel vrolijk, heel vrolijk, heel vrolijk. Als je daar je eigen voor je kop mee ramt, hè, dat is niet mijn schuld, hè? Wat doe je nou? Ja, zou ik ook zeggen. Dat is niet de bedoeling wat je nou doet, hè. Mama had hem vastzitten bij jou en je trekt hem gewoon los. Dat flik je iedere keer. Ah. Ja, zeg maar niet te veel. Dan gaat je broer niet meer slapen. Maar goed, flesjes bijna op. En dan... Gaat jullie dus slaapje doen? Ik heb vandaag, vanmiddag, niet meer echt gevlogd. Vanavond ook niet echt meer. Maar dat komt omdat Niels en ik eigenlijk een beetje aan het... Ja, hoe noem je dat? Aan het nadenken waren over hoe we het wilden hebben. Want hier komen uiteindelijk in de toekomst... Komen hier openslaande deuren. En de achterdeur gaat dicht. Dus we moeten het voor Jordi, aangezien er dadelijk als alles goed loopt, een verbouwing aan gaat komen. Dus dat er al een hele hoop gaat veranderen voor dat kind. Plus hij krijgt een nieuw bed, dus zijn kamer moet veranderd worden. Hij heeft een loopwagen, een andere zitstoel. Dus dan kunnen we nu beter even doorpakken en even zeggen, we pakken alles in één keer aan. Zijn we nu ook aan het doen. Niels is eventjes naar een vriend toe, die moest eventjes ophalen. En weet ik het. In ieder geval, we zijn dus de boel aan het verzetten. Of niet, ja, aan het verzetten, iets anders zetten, zodat we dat gevaarte waar die in eet,
dat die daar in ieder geval, ja, dat we daar fatsoenlijk mee uit de weg kunnen en alles. Dus daar zijn we eigenlijk een beetje mee bezig. Maar de box hebben we nu dus veranderd voor hem. Hebben we nu zo gemaakt. Kijk, in de toekomst gaat dat natuurlijk allemaal weer veranderen. Maar voor nu is het beter om het even zo te zetten. De tafel komt heel eventjes tijdelijk hier te staan. Hier zo te staan. Die stond eerst daar. We hebben deze heel even hier neergezet om te kijken hoe dat stond. En de tafel, ik ga hier nu even stofzuigen en dweilen. En dan kunnen we eventjes die tafel daar neerzetten. En ja, in ieder geval, ik ga daar vanavond mee aan de gang. Ik hoop daar vanavond ook mee klaar te zijn. Dat alles schoon is, gestofzuigd, gedweld en alles. En dat in ieder geval vanmorgen alles weer netjes en spik en span is. Dus ik ga daarmee verder. En dan zie ik jullie morgen weer. Want ja, ik wil gewoon even verder. Ik wil even niet vloggen dat allemaal en zo. Ik laat jullie morgen gewoon het eindresultaat zien als het weer dag is. Een hele goede morgen. Jordi die is al heel vroeg wakker. Die wordt zo door Niels naar beneden gebracht. Maar ik zou nog heel even laten zien hoe nu onze woonkamer eruit ziet. Nou, het is heel simpel. Hier stond eerst de tafel. Ja, dit moet nog eventjes weg hoor. Maar hier stond eerst de tafel. Die staat nu hier. Jordi zijn box is verkleind. Dit is gewoon in principe hetzelfde. Ik heb alleen de banken even omgewisseld. En aankleedkussen. En dan hebben we meer ruimte. Kunnen we allemaal goed oefenen. Zodat Jordi kan gaan lopen. En dan hebben de kindjes gewoon lekker veel plek om dingetjes te doen. Plus ons Joefke. Die heeft ook veel ruimte. Joefse mens staat nu in de gang. Daar gaat ze voorlopig even staan. Om even te kijken hoe en wat. Maar ik ben wel tevreden zo. Laten we de dag beginnen. En ik ga even een flesje maken voor Jordi. Jordi die ligt net op bed. Liam die is hier nog aan het spelen. Die krijgt dadelijk ook een flesje. En ik ga daar nog even de keuken opruimen. En dan is de boel hier weer netjes. Oh ja, en een poepluier opruimen voor Jordi. Maar in ieder geval, het is weer middag. Hij is lekker middagdutje aan het doen. En dit klein varkentje gaat er dadelijk ook doen. Ja. Nou, hij is ook een beetje op jou aan het letten. Maar goed, in ieder geval, dat gaan we doen. Hé jongen, gaan we dadelijk een flesje maken voor jou. Hé boeboe. Ja, dat is je pinguïn. Ja, doet hij. Maar ja, hè. In ieder geval, er is even rust in de tent tot nu toe. Jordi was niet bepaald vrolijk. En dat had gewoon te maken met het feit dat het niet ging zoals hij graag wou. Dus dat. Jordi heeft inmiddels geslapen. Die is alweer wakker. En die is zijn buikpijn een beetje eruit aan het werken. Met allemaal scheetjes. En Liam. Die vindt mijn bloemetjesgordijn geweldig. En ondertussen ben ik van alles aan het doen hier. En boven vooral. Zo loop ik iedere keer van boven naar beneden. Van boven naar beneden. En Niels die... Niels die kan dat natuurlijk niet allemaal in zijn uppie. Is hij niet gewend. Maar ja, mama is altijd onmisbaar, hè. Dus, maar goed. In ieder geval, ik ben nu heel eventjes flesje aan het geven. Aan deze kleine rakker. En dan gaan we weer dadelijk verder. Jordi heeft een hele rode kont. En ook allemaal bultjes hier. Dus ik denk dat er een kiesje door aan het zetten is. En dat is niet erg,
Maar het is tegenwoordig voor het een drama om Jordi in de douche te krijgen of in bad te krijgen. Dus dat hebben we even met z'n tweetjes gedaan. Ik en Niels. Niels is nu Liam in bad aan het doen. Ik heb alles al klaar liggen. Als hij dadelijk roept, flesje maken voor Liam. En dadelijk ook flesje voor Jordi. En dan kunnen ze dadelijk weer naar bed. Hij is nu weer lekker aan het spelen. Maar ik heb hier al weer washandjes met water neergelegd. Om zijn billen mee te doen. Zodat dat in ieder geval... Hè, hij heeft daar gewoon nou eenmaal meer last van als een ander kind. Liam niet. Liam heeft nergens last van wat dat betreft. Tot nu toe. Dat kan ik even bij zeggen. Maar ja, dat komt ook doordat hij die botox spuit heeft gehad. Dan poept hij sneller. En ja, nou, dus dat. Dus, maar ja, in ieder geval, dat is dus wat er nu aan de hand is. Ik heb zelf ook mijn hele leven gauw gedoucht. Want ja, mijn koek weer vast klaar. En ja, hij is nu lekker aan het spelen, maar hij is niet blij met mij en mijn papa. Hey! Een hele goede morgen. Hallo. Hier is iemand helemaal blij omdat hij bij papa en mama in bed ligt. Dat hoest is niet echt hoor, dat doet hij alsof. Dat is een trucje. Zie je? Liam. Ik ben gisteravond heel vroeg naar bed gegaan. Ik zou nog zo kunnen slapen. Oh, toch een kindje die wakker is, hè? Volgens mij zijn jullie ook wakker. Maar nou heeft Liam geluk om bij ons even te liggen, hè? Ja. Bijna lachen weg. Hey. Hij is zo blij dat hij bij ons allebei ligt. Nou, wij gaan nog heel eventjes verder kroelen met deze kleine vent. Hey jongen. En dan gaan we ze opstaan en ze eten geven en zelf eten en onze eigen dingetjes doen naar papa. Ja. Dus met deze blije kip maakt je dag gelijk weer goed. Jongen? Ja. Juist. Kindjes die hebben gegeten. Niels is voor mij ontbijtje aan het maken. Lief, hè? En ik dacht, ik heb zin in een kopje thee. En dan staat er op de theezakje gebeuren. Wie moet je weer eens opzoeken? Wie moeten jullie weer eens opzoeken? Wie moeten wij weer eens opzoeken? Mijn moeder. Je moeder. Niels' moeder, je hoort het. Moeten we binnenkort dan maar een keertje doen, hè? We zijn net even bij de winkel geweest. Een boodschapje gedaan. En nu krijgt Jordi de fles en die gaat lekker naar bed. Eerst nog eens gewoon luier, denk ik, want er wat lang scheet. Meestal komt er dan meer, hè? En wat gaan we daarna doen? De ramen wassen. Mama is nu weer bezig. En tussendoor eventjes deze grote vent ook eventjes een flesje geven. Koffie drinken. Waarom? Tussendoor. Waarom, bij wie? Hier. Wou ik al zeggen, want ik ga nergens heen. Ik heb het veel te druk daarvoor. Wij hebben vandaag een productief dagje. Ik heb heel de zolder opgeruimd en uitgezocht wat weg kan, wat niet weg kan. Dus ja, er gaat een hele hoop weg. Moet ook wel, mijn zolder moet leeg zijn voor als we aan de verbouwing gaan beginnen. En ik kreeg gelukkig even tijd daarvoor van Niels.
Dus ja, dan ga ik eventjes verder eten koken voor de kinderen. En voor onszelf natuurlijk, zodat we kunnen eten. En dan is bijna alles van de zolder af. En morgen komt een taxateur. En die komt ons huis even kijken hoe veel water het is en zo. En dan moet hij ook op zolder kunnen. Dus vandaar dat we het even hebben opgeruimd. We hebben even lekker gegeten. En ik heb mijn kinderen eventjes gewassen met de washand. En omgekleed. En blablabla. Tanden gepoetst bij Jordi, alles zo. En Niels is nou eventjes het vuil een beetje aan het opruimen. Zodat ik dadelijk nog even aan de gang kan. En kleine Liam, die is gefascineerd door mijn tenen. Joef? Nee. En een smile van oor tot oor. Ja. Ik weet niet hoor, maar ik denk over een paar jaar denk je ben jij gegat, verdamme. Ja. Maar goed dat je nu nog in de ontdekking bent. Ja. Liam, wat doen? Hallo, wat doen? Wij hebben vandaag een enorm productief dagje gehad. Ja, we hebben de zolder opgeruimd. Ja, zoals ik al zei, ja. Daarna heb ik boven gauw nog gepoetst. En we hebben een heel zielig hondje. Ja, die zit even in de bench, want ik heb net gedweld. Dus ik ben klaar hier beneden ook. Dus we hebben niet veel gevlogd vandaag, want het was gewoon enorm druk. En de kindjes en opruimen en van alles doen. Dus, en we hebben ramen gewassen. Ja, met een nieuwe stok. Ja, zoals Niels zegt, mijn nieuwe. Bezem. Ja. We hebben aan Bianca een bezem gegeven, maar dat noemt hij ook mijn nieuwe bezemsteel. Ja, kunnen ze met z'n zessen op en dan nog 1,5 meter afstand houden ook onderhand. Ik wil nog heel eventjes gaan editen. En dan lekker mijn nestje inkruipen. Even douchen, denk ik. En is morgen ook weer een drukke dag? Morgen heb ik ook weer een drukke dag. Maar dat gaan we morgen allemaal vertellen. We gaan bij deze ups en dan afsluiten. Want dan kan ik deze er ook eventjes gelijk bij editen. Omdat ik morgen zo'n drukke dag heb, heb ik daar allemaal geen tijd voor. Bedankt voor het kijken. En welterusten. Tot de volgende. Tot de volgende keer.